Het imago van de Nijmeegse ringstraten moet op korte termijn verbeterd worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft op dit moment een conceptvisie voor het gebied. Het hoopt in maart 2019 de raad een concreet plan voor te kunnen leggen. Als eerste moet de veiligheid van het gebied vergroot worden. Op dit moment hebben de Tweede Walstraat en Van Welderenstraat last van straatdealers. Deze rijden constant rondjes door de straten en zorgen voor onveilige gevoelens bij omwonenden. Ten tweede moeten er meer vermogende bewoners in de straten gaan wonen. Vooral de Tweede Walstraat heeft veel dicht getimmerde onderverdiepingen, waardoor sociale controle minimaal is. En naast de hardrijdende straatdealers rijden er ook veel vrachtwagens door de ringstraten. De Van Welderenstraat is recent al een fietsstraat geworden. En er wordt overwogen om ook het straatje tussen de Van Welderenstraat en de Tweede Walstraat af te sluiten voor verkeer. Het laatste dilemma om aan te pakken is het tekort aan winkels in de Tweede Walstraat. De gemeente hoopt dat de straat een beter imago krijgt als er meer zaken zitten dan alleen coffeeshops. Camera-toezicht en handhaving in de straten heeft de afgelopen maanden geleid tot een afname van de criminaliteit.